eigenlijk... Oh. Dit is ideaal. Oh, hoi YouTube, we zijn alweer terug. We hebben het over eerste generatie Pokémon. Hoe eng wij als kleine kinderen dat vonden. Vergeet niet, ik was 10 à 11 jaar toen Pokémon net begon. Trouwens, dit is welkom terug. Nog steeds livestream, 14 mei. Hartstikke gezellig. Randomizer, Pokémon Omega. Ik ben er weer, bla 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 bla. Goed. Nou, eerste generatie Pokémon. Damn, die waren eng! Ja. Vertel er maar over verder, dan ga ik alvast richting de gym. Nou, zoals die... die ene Pokémon, maar die... Nou ja, dankjewel, Bob. Maar dus, het waren echt van die... even hele lange dralen en zo. En je had toch Mr. Mime... die echt... ja... een mean speler was. En wat voor meer Pokémon, ja, dus... Nou, ik zie al in de chat Hypno staan en dan... dat is de hoofdprijs. Hypno, ja. Ja. Hypno... Alleen dat stemmetje al. Hypno. Nou, we hebben hier wat... wat ik eigenlijk best wel grappig vind. Ik pak hier automatisch een Dark-type. Omdat ik denk, hey, Ghost-type Pokémon. Het is randomizer. We komen hier geen Ghost tegen. Waarschijnlijk alleen maar Eevees. Of Pachirisu's. Want ja, in de vorige aflevering, waar ik het nou niet meer over ga hebben. Dus. Ja. Nee, genau, nee. Enough. Inderdaad. Ah, Pachirisu gebruikt Charm. Ah. Dat is eigenlijk best wel slim om dat tegen een fysieke attacker te doen. Yep. Dus, Lugia! I'm so done with those damn legendaries! Ik ben de tel kwijt. Volgens mij zijn we bijna elke legendary die er bestaat al tegengekomen. You, Mewtwo, Celebi? Celebi zijn we tegengekomen, die hebben we gevangen. Mew zijn we volgens mij tegengekomen van een Pokémon trainer. Mewtwo nog niet. Ho-ho. Die ook nog niet. Die even kan nog niet. We zijn er ondertussen al 15 of zo tegengekomen, laat ik het daarop houden. Die drie legendarische spirits die zijn we alle drie tegengekomen. We zijn Dialga tegengekomen. Shaymin. Irritant rotbeest dat is. En wij gaan gewoon Spark doen. Met een van Leroy's favoriete Pokémon. Yay! Schokkend. Oké. Ah, oh, dankjewel. Ja. Ik denk dat de kans nu groter is dat we een legendary tegenkomen dan... Dat is al bewezen! Ik bedoel, dit is al de 15e legendary die we tegenkomen. Ja, maar goed, hoeveel Eevees zijn er en hoeveel legendaries zijn er? Wil je de E-woord nou niet zeggen? Ik ben nog steeds aan het verwerken van de vorige aflevering. Pas op, of ik stuur Spoink op je af. Wat me eigenlijk best wel... Spoink is volgens mij een heel erg zwaar leven. Spoink? Nou, die moet blijven stuiteren om in leven te blijven. Wow. Ik kan jullie stemmen niet uit elkaar halen. Volgens mij ben jij met de zachtere stem. Musical Memoirs. Oh, kun jij even praten? Dit is mijn stem. En dit is mijn stem. En dit is mijn stem! Dit is mijn stemmetje. Nou, oké, heel veel serieus. Dit is de stem van Mumei. Ja, en dit is de stem van Leroy. Nee, dit is de stem van Leroy. Objection. En dit is de stem van Leroy. Ik ben de echte Leroy. Nee, ik ben de echte Leroy. Nee, ik ben die... Batman. Zo Batman? Nee, Roar hoef je niet te leren. Roar is een beetje schokkend. Kennen jullie nog mythes van vroeger van Pokémon buiten de Mew achter de vrachtwagen? Daar vraag je me wat. Ja, dat was de Celebi-mythe van Gold en Silver, omdat internet toen ook nog niet echt heel erg groot was. Dan moest je... Och, hoe zat Tina ook alweer in elkaar? Oeh, geen idee meer. Het was wel met de Mythical Forest. Ja. En dan moest jij de GS-bal te pakken krijgen. En die kreeg jij van je rivaal.
Maar dan moest jij 10 keer de Pokémon League verslagen hebben. En dan moest jij terug naar professor Oak. En dan moest je weer terug naar de gymleader. En daar zat dan zeg maar, daar stond je rivaal op jou te wachten. Die moest je dan verslaan. Dan zou hij jou de GS-bal geven. Dan moest je naar de Elex Forest met die GS-bal. En dan zou Celebi eruit komen. En het grappige is, alles klopte nog. Want op de 10e keer, toen stond bij mij toevallig daar inderdaad mijn rivaal die nog een rematch met me wou. Dus ik was helemaal gehyped totdat ik dus niet de GS-bal van hem kreeg. Ik heb een noon gevangen en tot ik weet niet hoe hoog level getraind. Want ik kreeg te horen dat op level 70, dan kon die evolueren in een Pokémon naar keuze. Wat was dat een waste of time. Dat is hard. Ja. Ja, in die tijd ja, geloof je echt en, alles. En het ergste nog was, ik was nog toen, ja, toen was iedereen wel zo goed gelovig. Maar ja, ik was zo goed gelovig dat ik dacht dat ik dus de verkeerde letter misschien had. Dat ik misschien een andere letter unknown moest wezen. Ja, je had de A nodig, hè? Dat wist je. Ah, met. Dat verklaart het. Nee, de letter M. Van de Pokémon met de letter M wordt dan geëvalueerd. Nou, grappig is, ik heb weer eens een jaar, heel veel jaar geleden, heb ik weer Pokémon Blauw opgepakt. De allereerste Pokémon. En ik weet nog steeds alle trucjes nog, die ik als kind toch heb geleerd. Dus die glitch en zo, en die badge. Heel even wachten jongens, want ik had heel eventjes de glitch op het moment. Dus ik moest heel eventjes een knipje voor YouTube doen. Oh, daar had ik net over. Ja, daarom kwam ik gelijk met technical difficulties. Ja. Ja, ik bedankte Jan Barendsen. En het ergste was, omdat ik dus twijfelde, was ik hem gaan trainen tot level 75 voor de zekerheid. Oh. Dat is zuur. Ja. Ja. Oh, over glitches gesproken, bij de allereerste Pokémon spel weet ik nog steeds alle glitches nog. Die ik nog als kind heb geleerd. Of ja, die trucjes en zo. Er was er maar eentje toch? Nee, ik kon... Twee weet ik er nog. Dat is Anne en echt van Missing No. Ik wist drie. Nee, ja, maar Missing No, dat is een echte hè. Missing No die bestond. Ja. Die was ja, echt... Ja, Missing No heb ik geleerd en de Mew... Nee, hoe je een Grounded kan vallen. In het Pokémon Blauw. Nou, ik weet wel hoe dat je Mew wel daadwerkelijk kon vangen in Blauw en Geel. Rood ook, hè? Ja, Rood trouwens ook, ja. Die manier weet ik nu ook achteraf. Ja, dankzij internet. Ja. Ja, maar ik kwam op een gegeven moment nog een filmpje voorbij, dan zat hij wel onder de vrachtwagen. Ja, maar dat was een, dat was met Game Shark. Nou, ja, ik weet het dat was precies gewoon een keer voorbij komen in ding. Okay. Dat is er inderdaad in geglitcht via Gameshark. Sunflora, dikke duwie. Ja, zeker. Nobody likes... Kennen jullie het Pokerus effect? Ja, ik heb dat één keertje geencounterd en ik had geen flauw idee wat het was. Ik ook. Nou, ik ben toen het gaan zoeken puur omdat ik hem tegenkwam. Wat is dat? Leg mij eens uit. Pokerus, dat is een virus die je spontaan kan oplopen door een gevecht te doen. Nee, wacht even. Door een Pokémon te vangen die virus heeft. Vervolgens kan het virus verspreiden naar je hele team. En het is een goedaardig virus. Zorg ervoor dat je sneller de EV's kan trainen. 2 keer zo snel. Oké. In het verleden was het best wel handig om zo'n Pokémon te hebben. En was het dus ook best wel, werd er actief geruild om Pokémons van je hele team te laten infecteren. Zodat je dus dat goedaardige virus had. Tegenwoordig is er zoveel makkelijkere manieren dat het er niet meer echt toe doet. Nee, tegenwoordig kun je echt trainen via supertraining. Maar Pokerus dat was van inderdaad, zoals ik al hier in de chat lees, Pokerus dat was inderdaad voor EV training. Yep. Okay. IV's staan vast. Dat kan niet veranderen, maar IV's wel. En dat ging dan 2 keer zo snel. Ja, IV's, ja. Dat is ook weer... Jullie hippe kinderen met jullie hippe talen. Ik snap er helemaal niks van. Oh nee, dat hadden wij bij Elvia. Ja. We waren op het evenement van Elvia.
En er was dus een kind heel enthousiast over Pokémon aan het praten tegen ons. En wij praten dus heel enthousiast over terug. Want ja, wij kennen Pokémon ook. Wij zijn er ook mee opgegroeid. En die moeder die stond er echt van... Ja. Ja. En het grappige was dus... Na een tijdje zegt die moeder dus tegen de zoontje... Is toch wel fijn dat iemand jou eindelijk een keertje snapt, hè? En wij stonden toen aan te kijken. Mogen we nu even smakelijk in de lach schieten? Of? Ja. Yep. Oh, heerlijk. Arm jochie. Oké, even kijken. Dan moet ik dadelijk dus één plaats terug. Twee naar rechts. Of arme moeder, die eigenlijk iedere keer de verhalen over Pokémon moet aanhoren en er zelf helemaal niks van snapt. Jongens, even wachten, want ik moet dit heel eventjes dadelijk onthouden. Twee naar rechts. Drie omhoog. 2R, 3B. Ja, schuine streep, help. Even kijken hoor, dus twee naar rechts, drie omhoog, drie naar links en dan weer omhoog. Oké. Wat hij zei. Ja, maar dan andersom. Even to the point. Even to point is out. Altaria is irritant. Zeep is op dit moment de meest entertainende streamer die ik ken. Ah, dankjewel. Dat vind ik lief. Dankjewel voor het compliment. Oké, nou ik heb op Jaxel, die heb ik Sword Dance geleerd. Oeh. Dat geeft twee stages aan attack. En ja, aangezien dat op Jaxel een physical attacker is... One hit KO die nu alles met headbutt. Want headbutt is volgens mij 60 of 70 power. Volgens mij is 70. Wow, 70. Nou, we one hitten alles op dit moment. Op Jaxel is een beetje overpowered. Overpowered of overruled. Overruled! Ik weet niet, is Night Slash al een ding in vierde generatie? Hmm. Want ik weet dat op Jaxel Night Slash kon leren, maar... Ja, dat kan je wel leren, maar vierde generatie weet ik eigenlijk niet. Maar ik weet nog niet eens of dat een nieuwe aanval is of niet. Oké, dus twee of één terug. Of twee terug. Volgens mij twee terug, ja, ik weet het niet meer. Zo nog ergens, Diamond Pearl? Nee, ik heb hem nou goed. Twee naar rechts. Drie naar boven. Dan drie naar links. En ja, nou naar boven lopen. Ja. Ja. En, dan en daar hebben we Morty. Night Slash is in Gen 4, oftewel die leert hij nog. Oké, goed zo. Oké. Dankjewel. Dankjewel, Bam Bam. Oké, nou, we hebben gesaved. En ik denk dat ik dan eventjes op Jaxel ga bewaren. En dan denk ik tot Sabrina, want die is op dit moment het laagst geleveld. Ja, Buggerboy, die wordt nog vervangen door een andere Pokémon. Waarschijnlijk door mijn eerste Eevee die ik tegenkomen. Oké, vierde gym. Let's do this. In dit geval voor ons gaan wij voor, even kijken hoor, wat was het nou via de gym? Was dat nou de, volgens mij was dat de Rainbow Badge voor ons, in Kanto. Kanto, dat is, Rainbow Badge. Ja, wat zijn. Want ik heb deze badges, die heb ik helaas nog niet, dus Oké, vier Pokémon, hij begint met een Nidoqueen op level 21 met aanval, ik heb geen idee, en het zal wel. Nidoqueen is enorm vervelend, omdat ja, het is een Poison Ground type en we hebben Psywave, dus we zouden dit eventueel wel kunnen winnen, alleen Psywave die doet niet super effectief, omdat Psywave is raar. En Sabrina mist al, dit gaat al heel goed. Sabrina. Misschien doet dit iets meer, flinch? Oh nee, nou heb ik Poison Touch. Deurie. Nou ja, je bent wel geflinched. Sabrina, ik wil dat je op zijn minst één Pokémon uitschakelt. Leuke Crystal reference. Ja, dat hoort bij gyms. Ik weet niet waarom, maar dat vind ik gewoon belangrijk dat je dat zo zegt. Grappig feitje trouwens. Nidoran, Nidorino, Nidorina, dat was eigenlijk de enigste Pokémon
waarin dat female en male character in de eerste generatie in voorkwam. Voor de rest is het allemaal onbekend. Ja. En natuurlijk is het, het is een officiële gym als hij geen vroeger store zou gaan gebruiken. Dat is mijn tijden. Ik denk dat ik eventjes ga swappen naar Noot Noot. Toet toet. Stop nou eens met die poison sting. Ik heb zo'n idee, jongens, dat dit gewoon ook echt weer zo'n battle gaat worden waarin dat we geen enkele ghost type tegen gaan komen. En Bubble Beam is nog net niet genoeg op me, hè? Ik wil altijd zien. Water Pulse? Sabrina zou hebben gewonnen als hij niet zo cheap zou zijn met een Hyper Potion. Dan zou Sabrina gewoon hebben gewonnen. Oké, goed. We hebben Nidoqueen hebben verslagen. Tweede Pokémon wordt een... level omhoog voor Noot Noot. Een Bulbasaur! Wauw. Van een Nidoqueen naar een Bulbasaur. Bulbasaur level 24 geloof ik. Ik gok 24. Level 25. Was warm. Met de aanvallen. Razor Leaf. Leech Seed. Poison Power. Ik gok maar wat. Wat zou level 25 Bulbasaur wel niet hebben? En Growth. Tackle. Pulpje! Dan vraag ik me eigenlijk af, zou deze inderdaad een van die moves hebben die ik heb opgenoemd? Takedown, oké, die heb ik niet opgenoemd. Dat is een beetje een rare aanval om takedown te doen als je bijna aan het verliezen bent. Nou, misschien dan juist een goede aanval, want dat verwacht je niet. Nee. Ja, jij bent altijd van de Element of Surprise. Ja, yeah, surprise. En dan gaan we naar de derde Pokémon, Celio. Random. Schokkend. Luxio. Hey Robin! Hoi. In ieder geval, dit is Celio, level 21 met de aanvallen. Ice Shards. En I don't care. En hij heeft een snor. Snel, use I don't care. Gebruik je snoraanval. Dan zit het wel snor. Schokkend. Ah, net niet. En de laatste Pokémon, Magmortar. Wat is dit voor randomheid? Je zou toch een thema moeten hebben, maar nee. Magmortar! Dit is volgens mij de tweede die we tegenkomen van de gymleader. No, it's not over yet. I still can't believe it here. I still believe we can do this. Ik geloof er helemaal niks van. Met de aanval op Faint Attack. Heeft hij nog meer? Of is dit... Oh nee, ik dacht misschien is het nou al afgelopen. We've got more discipline than anyone else. Met je spook-Pokémon die je niet hebt. En je gaat weer Hyper Potion omdat je bent sneu. Zegt degene die het eerste gevecht tegen mij een potion heeft gebruikt. Hé! Hey, jij speelde vals! Jij stal een Pokémon! Nee. Pokémon moet je vangen, niet jatten! Nee. Al nee, begin ik toch wel mijn twijfels te krijgen. Bescherm me, ik word weer vals beschuldigd voor diefstal. Hoor! Wat bedoel je precies met stelen? Hij heeft de Pokémon gestolen van professor Elm. Dat wist ik helemaal niet. Ik weet dat je dat toevoegt in je testimony. Nou, dat heb ik ook zeker gedaan ook. Hij heeft me gebeld, politie was erbij. Hij heeft het zelfs nog toegegeven. Hij heeft expres zelfs nog de Pokémon gekozen die sterk was dan mijn Pokémon. Heb ik helemaal niet. Objection, maar jij koos hem als eerst. Ja, omdat ik wou niet overpowered beginnen. En er zou geen rivaal zijn, er stond alleen maar eentje bij je eraan te kijken. Mumee! En die hebben daarna nog een trap achter mijn reet gegeven! Dat je niet als eentje Pokémon moet kiezen. Ja, hij mocht gewoon als eentje... Hij mocht niet kiezen, hij heeft gejat!
Elm die belde mij in heel veel paniek op van, oh nee, er heeft iemand een Pokémon gejat. En wie kom ik tegen met een Pokémon die toevallig van Elm gejat was? Nou, Humee. Misschien heeft hij gewoon gevonden hoor, dat kan je niet verwijzen. According to this paper. Ik focus even wat verder op het spel, want dit gaat allemaal nergens heen. Hè. So different, but you seem to have something that this badge is yours. The Rainbow Badge! Screw it, Fork Badge. Wij gaan even de Rainbow Badge eventjes equippen. Als het me lukt. Dat live te gaan doen voor een camera. Pak de verbanddoos maar. Oké, nou. Jongens. De Rainbow Badge. Pokémon tot level 50 zullen naar ons luisteren. Nou. Dit wordt heel gevaarlijk. Dit wordt linkersoep. Ah, bloed! Dus. Doe dit thuis niet na. Ik ben een professional badge planter. Struggling with badges. It's just a prank, bro. Hij wil er niet in. Hallo. Ja, je hebt bijna gevaar met badges, hè? Hij zit! Oh, laat me zitten. Ik heb hem iets lager gehangen, want die andere die had ik weer zo mooi, had ik gewoon het shirt al op het ding klaarstaan. Maar hij zit, dat is het belangrijkste. Jongens, hij zit. Iets lager, maar dat maakt niet uit. Hij zit. Verbanddoos kwam weer weg. Verbanddoos kwam weer weg. Hé, wat valt weg? Verbanddoos. Ja, het is maar een slagadelijke bloeding, alles komt goed. Ja. Ja, maar ik heb ervaring met badges, hè. Doe je helemaal erom. Kijk maar deze. Is dat Shadow Ball? Ja! Die wil ik aan. Oh nee, wacht even. Wanneer leert Sabrina daar eigenlijk? Wanneer leert Sabrina de Shadow Ball? Weten jullie dat? Nee. Die evolutie van Mistrivus. Sabrina een heks is. Ik zal wel even kijken. Google, ik heb je friend. Ja, ik heb ondertussen hier mijn Pokédex assistent heb ik hier bij me zitten, dus. Ik zie die aanval niet. Oh, wacht even. Miss Magius was het volgens mij. Wacht even, de evolutie die leert helemaal geen aanvallen meer. Oh, fijn! Dan is het wel heel erg handig om deze TM eventjes gelijk eraan te geven. Maar ja, eigenlijk, wacht eventjes, de Shadow Ball en die is heel erg ideaal voor een evolutie. Inderdaad. En TM's kun je hier niet oneindig blijven gebruiken. Nope, helaas niet meer. Dus ik denk inderdaad dat het misschien slimmer is om hem niet te gebruiken. Waarom heb ik mismaakjes in mijn team? Ja, waarom heeft de chat mij gevraagd dat ik mismaakjes in mijn team moest hebben? Swap! Oké, dus we hebben nou weer een nieuwe slot open en legendaries die mogen er dus helaas niet bij. Even kijken, we hebben Dratini, nee. We kunnen voor, even kijken, we hebben nog geen grastype, dus we zouden Trico kunnen nemen. Boompje! Dratini! Dat is eigenlijk wel grappig, want dan hebben we alle drie de starters van de derde generatie. Dratini! Want dan hebben we namelijk, Piplup die is namelijk vierde generatie. Yep. Ja, inderdaad. Hoe heet die Pokémon van de vierde? Piplup! De modderkip, is degene die je nog moet hebben. Ja, modderkip, ja. Maar ja, je hebt al een waterkip. Ja, en we hebben Wooper, dat is eigenlijk precies dezelfde, waterground. Yeah. Nee, ik weet het, we hebben geen Mudkip, maar daar zijn we ook niet naar op zoek. Nou, weet je wat, we nemen gewoon Trico mee, Boompje. Want echt serieus, we hebben niks aan een mislukte Mistrivus. Nee, want we hebben al een watertype bij ons.
En het is tijd om naar de volgende route te gaan. En hopelijk dat we daar eindelijk een goede Pokémon tegen gaan komen. Hint? Jullie weten het, welke Pokémon, toch? Ja, ja, weet je dat. Nee, Phoebus. Oh, Phoebus. Nee, begon met een I. Note to self. Morgen neem kettingzaag mee. Punt. Dus! En, Gregory heeft geantwoord. Ja. Hij heeft alleen naar jou toe geantwoord. Ja! Niet naar mij? Oh. Ja, dat is wel eigenlijk een beetje aan de vroege kant. 11:40. Of late kant. Ik zeg een uurtje eerder. Zo. Ja, doe jij dat type maar verder. Ja. Zeg maar dat jij het type nou even overneemt. Jij neemt de T-Pex over. Oké. Volgens mij zit hier nog een plakje... stukje... Ligt hier een itembal? Masterbal! TM25 Thunder! Kan Luxio of Luxray Thunder leren uit zichzelf? Tanden. Volgens mij alleen Thunderbolt. Met tanden niet, denk ik. Jij bent de expert, ja. Ja, ik. Klopt, is mijn expert. Weet je wat? Ik kan het zo even kijken voor je. Ja, het is jouw Pokémon. Ja. Rustig hoor. Xander, bedankt voor de whispers, maar niet te veel whisperen alsjeblieft. Dat is een beetje spammen. Ja, ik kan leren op zichzelf. Thunder leert hij uit zichzelf? Ja, als hij oud genoeg is. Als hij oud genoeg is? Ja. Welk level? Nou, maar sowieso Luxray. Weet je wat, Google? Assisteert mij. Wat is Google? Google bestaat niet. Je hebt Pokédexen. Oh, blijf in je rol! Wacht, de evidence wel. Ik heb een vrije tijd op een vrije dag. Objection! Je bent advocaat, je hebt geen vrije dag. Zou het niet doen. Schokkend is een fysieke aanvallen. Thunder een special attack. En waarom vertel jij mij dit niet, advocaatje? Nee, wie dat? Wat? Waarom zou ik hem Thunder willen leren als het namelijk een fysieke aanvaller is en geen special attacker? Ik weet niet. Misschien dat je hem een keer een fysieke aanval wil leren? Ja, dat is niet zo. Nee, ik ben wel gewoon. Eerst Eevee die zeep tegenkomt, shiny, maar dan heeft je pokeballs meer. Bamban, hoe durf je? Objection! Hey, wat moet ik zeggen? Objection! Ja, maar jij zegt het niet! Wat man! Nou, maak je geen zorgen. Die zal niet. Die zal helemaal niet shiny zijn. Hij zal alleen maar de hidden ability hebben. Ja, Thunderfang zou het inderdaad heel erg fijn zijn om te hebben voor deze. Ik bedoel, met Eevee Team, de enigste fysieke aanvallen die er eigenlijk een beetje tussen zitten, zijn er twee. Dat is Leafeon en Flareon. En de rest is eigenlijk het beste meer in defensive of special attacker. Yep. En dat weet ik, want ik ben een Eevee trainer. Ik heb geen flauw verstand van al deze Pokémon. Oké, ik weet de eerste generatie de starter Pokémons, weet ik. En dat zijn ook allemaal meer special attackers. En Schokkend, die raakt zijn eigen de hele tijd in confusion en daar word ik gek van. Je bent ook geen goede trainer. Noem jij mij nou geen goede trainer? Ik heb badges, meneer! Je hebt er maar één! Ja, maar ik heb een 4! Ja, ik heb een turning badge. Ja, dus? Ja. Ik heb een boulder badge! Hij pest mij weer. Ik ben een goede advocaat, maar hij accepteert mij gewoon niet. Zeef, je moet dingen beter aan mij vragen. Ik heb elke Pokémon die er is gebruikt in Pokémon Ei op Legendaries na. Die advocaat, die weet niks. Daar moet je niks aan vragen. Nee. Ik ben Eevee trainer. Ik geef het tenminste toe. Ik weet niks van Pokémon, als alleen maar van Eevees. En hoe dat ik... welke tegen welke Pokémon ik in moet zetten.
Voor de rest... I don't care! Ik weet heel veel van Pokémon. Voornamelijk alles dat goed samenwerkt met een Magikarp. En voornamelijk is dat een Magikarp. Ja, dat is een Magikarp trainer! Ja. Nou, ik weet weer heel veel van Eevees! En de evoluties van de Eevees en welke ik het beste waarin tegen kan inzetten. Ik weet niet wanneer dat dan een Kabasken iets leert! Magikarp, de gekookte vis-Pokémon. Gebruik hem niet, hij is nutteloos. Yo bro, niet ik. Ho, ik ontken alles. Ja, pak je zwaardje er maar bij. Ja. Ik pak mijn papier weer. Weet je wanneer je een goede trainer bent? Als je wit niet verslaat zonder item gebruik een vecht-Pokémon. Ik ga een mesje slijpen. Oeh. Oh, dat geluid. Ja, nou juist. Nou, Jan Barend, dat wil dus zeggen dat ik dus een goede trainer ben, want ik heb dus een Soul Silver, heb ik dus Whitney verslagen met mijn Eevee team. Moet ik één egg move noemen van Eevee? Wish. Ja, Wish is een move. Wish is een hele goede egg move voor een Umbreon. Umbreon die kan namelijk heel erg handig die gebruiken om dan dat te combineren met Protect en dan zijn Defensive Wall goed te gebruiken. Wat je ook zou kunnen gebruiken is Detect, mocht je de TM van Protect nog niet hebben. Wat namelijk ook een egg move is van Eevee. Waar je ook voor zou kunnen gaan is voor Flail als hij nog maar 1 HP zou hebben. Maar dat zou ik dan weer bij een andere Pokémon gebruiken. Zoals bijvoorbeeld bij Flareon, omdat Flareon een fysieke aanvaller is. Wil je nog meer weten over Eevees? Nee. Bring it on! hoe kun je best een Eevee verslaan? Hoe je? Niet? Die zijn onverslaanbaar. Nou, neem een Magikarp. Ja. Leer en faal! Oh, wacht even. Dat kan niet al. En dat is genoeg. Ja, vooral tegen Dark Wolf die Umbreon nog wel heeft. Alleen Jolteon is erg vervelend. Ja, het enige wat je nodig hebt zijn 100 Pokémon. Die zijn echt loyaal. Ze vechten voor je, voor gerechtigheid, voor justice. En ze zijn gewoon heel schattig. Nou, ik ben ondertussen alweer bezig met nieuwe Pokémon te encounteren, jongens. We hebben dus al een Slakot gehad en nu weer een Shiftry. Ja. En misschien is het handig om eventjes een andere... Oh, Whirlwind. Daar ben ik het tevreden mee. Female. Poeh, dat is een lastige. Ik weet dat female heel erg klein was. Ik dacht iets van de 22,5% of 25%. Eén van die twee. De exacte weet ik niet, maar ik weet dat het tussen de 20 en de 30% is. Nou, 30% absoluut niet. Houd het maar tussen de 20 en de 25%. Maar ik dacht 22,5. Don't quote me on that. 12,5. Oh, dan is dat verlaagd, want het is ergens toch echt anders geweest. Ik weet niet zeker hoor, maar... Hier hebben we een Chinchou. Nee, ik dacht 22. Ik dacht 10 meer. En hier hebben we Swallow. Nog steeds geen Eevees. Ik begin me echt zorgen te maken. Hoezo can't escape? Dat kreng daar is 10 levels lager dan de mijne. Oh. Mark, alsjeblieft. For the love of the Eevee God. Phoebus? Ja hoor, dat mag wel. Phoebus is een rot Pokémon. Nee, dat is het enigste wat Mumei en ik, waar we het over eens zijn. Ja. Dan mag je een Weedle hebben. Ja. Oh mijn god, het is een Golbat. De evolutie van Zubat. That's so cool. Ah, Robin, join toch lekker, joh. Van mij mag je. Je bent een goede moderator, join lekker. Moderator. Misschien op het moment dat jij joint, komt er een Eevee langs. Wie weet. Of niet. Of een Magikarp. Weet je wat, ik heb een veel beter idee, Robin. Jij vervangt gewoon Blob.
Oh. Eevee's Hidden Ability. Oh, dat is zo'n moeilijke naam. Want hij heeft Runaway of Adaptability. Maar hij heeft ook... Begint ook met een A. Een appel. Antro... Hello, it's me. Even kijken hoor. Antro... Goedenavond. Goedenavond, meneer. Ik weet dat hij Runaway een adaptability heeft. Dat is een hidden ability. Ik weet hem wel, maar ik ken hem nou niet zo voor die geest halen. Heb ik wat in de stream, want ik ben er lang niet geweest. Ja, we zijn in de stream. Hoi mensen van de stream, Robin. Dus, oh ja, hey mensen van de stream. Hey Robin, zeg maar Robin. Vertel, ik zou zeggen, gooi het er maar in, joh. Ik heb niks te zeggen. Nee, ik zeg Fairy Tail. Weet jij Fairy Tail? Nee, dat is uit je mond. Oh, wacht even, was het niet Anticipate? Ja, Anticipate. Ja, hij komt nou net van Jan Barend, komt hij er net in. Ja. Maar ik zat wel goed met Ante. Ja. Maar ik kon wel die andere abilities ook opnoemen, dus. Het is makkelijker om anticiperen te zeggen dan. Anticipation of anticipation. Ja, ik weet niet meer. Anticipatie? Nee, anticipation of zo? Ja, ik weet niet meer. Ja, zo moet je het in het Engels zeggen. Ja, maar anders. Oké, dan heb ik er eentje voor jou, Fairy Tail. Wat is de. Welke Pokémon zou je absoluut niet de Hidden Ability willen hebben als je de Eevee wil laten evolueren? Dus welke Eevee met een Hidden Ability wil je absoluut niet laten evolueren? In die Pokémon. Mag ik even een domme vraag stellen? Ja? Wat is ook weer de Hidden Ability? Dat zeg ik juist niet. Oh. De Hidden Ability van een Eevee die verandert naar de evolutie waar dat hij in verandert. Oh, bij elke evolutie is die namelijk anders. Maar er is er eentje die is zo slecht vergeleken met de andere versie. Die wil je gewoon niet hebben. Oh. Ja, dat wist ik niet. Ik ben geen Eevee trainer. Je zou mijn Eevee trainer zijn. Ja, dan ben je goed bezig. Ja, dat is de Leroy. Oh, ik ben redelijk bezig. Leroy, kettingzaak niet vergeten. Loop, hij doet het weer. Objection. Ja, precies. Hold it. Oké, nou, 5 encounters nog hier. Kettingzaak of objection. Nee, weer een shift try. Ik denk dat we hier ook alle Pokémon weer tegen zijn gekomen. Oh. Jij zegt Leafeon. Nog steeds geen Eevee? Nou, hij heeft een Eevee. Robin. Kettingzaag kan ook jouw kant op komen. Nee. Niemand komt op Friesland. Oh, doe het gerust. Hapje. Mensen weten niet waar het is. Nou, oké, ik denk dat het een beetje opinion-based is. Maar ik zou zelf zeggen Umbreon. Umbreon's normale ability is namelijk Synchronize. Hi, Primeape. En Synchronize is op zich wel een hele handige ability voor Umbreon om hem te hebben. Zijn hidden ability die zorgt er juist voor tot hij niet geflinched kan worden. Hele lastige naam, maar die zorgt ervoor dat hij niet geflinched kan worden. Waarom zou je Umbreon tot hij niet geflinched kan worden? Ik bedoel, het doet een klein beetje schade aan hem. Heeft Left Hours dan lekker belangrijk? Ik bedoel, ik zou niet weten waarom dat je dat zou willen, maar goed. Dus. Nou, dan ben je protect tegen guide, of bite, dat je niet geflinched kan worden. Nee, je bent... geprotect tegen fake-out, want bite is een kans. Yes. Ja, maar dan is het een kans, is de kans zeker dat het niet gebeurt. Jolteon met Quick Feet ook helemaal mee eens. Dat is gewoon waardeloos. Jolteon met Quick Feet, dan zorgt ervoor dat als hij een status effect heeft, dat hij nog sneller is. Oh, wauw. Waarom zou je... Jolteon is één van de snelste Pokémon alive. Ja, die zou die... Hij is gewoon vrij... Eigenlijk is het zo van tot... Alle hidden abilities voor Eevees, er zijn er eigenlijk maar 2 waarvan de hidden ability echt perfect zijn. Niemand zegt iets, Fairy Tail. Welke 2 evoluties zijn juist de must-have Pokémon van de evoluties met de hidden ability? Dat is de echte vraag voor jou nu. En we zullen het zien na de reclame. Tudelunu. Nou ja, ik weet het wel, maar dat komt omdat ik vaak genoeg het met hem erover gehad heb, dus ik zeg niks.
Je hebt vaak genoeg tegen hem gevochten. Dat ook. Nee. Al heb ik één van die Pokémons nooit met hem tegen gevochten. Aha. Maar ik weet er wel van. Nou, Fairy Tail, ik ben benieuwd. Hier een antwoord op weet. En het grappige is, we hebben geen berries. Want berries zijn we niet tegengekomen. Hoe lang zijn we trouwens al bezig? Want we zijn lang niet geweest, geloof ik. 3 uur bijna. Oh jee. Yep. Yep. Dat is veel. Oh, ja, het is gezellig. Ja. Zeker. Dat is gezellig. Altijd. Ga je door? Het is altijd gezellig. Ik geef eens even terug in de Pokémon Center. Maar het is altijd gezellig in de stream. Meestal. Oh, wacht eventjes. Ik zie hier Glaceon en Sylveon met Ice Body en Pixelate. Bijna goed. Bijna. Sylveon inderdaad met Pixelate. Glaceon op zich in zijn normale is ook heel erg handig. Oh, daar hadden we het nog over jou, Pixelate. Maar ik zou juist zeggen Espeon met de hidden ability Magic Bounce. Die is overpowered. Alle aanvallen die op jouw Espeon worden gedaan die geen schade doen, zoals Confuse Ray, Toxic... Thunderwave, noem het maar op. Toxic Spikes. Alles wat geen schade doet, wordt niet gedaan tegen Espeon, maar tegen zichzelf. Elke schade wordt rechtstreeks als een reflect teruggebounced. En dat is nice. Geloof me, kom je een Espeon tegen met de Hidden Ability, dan heb je een groot probleem. En ja, die heb ik. Hi. Yo bro playing, je zegt die zijn nog geen cent waard, maar ik weet 100% zeker als ik meer ga vragen, dan kan ik ook een Magikarp voor meer verkopen. Beter gezegd, ik heb wel eens vaker Magikarps voor meer dan 10 cent verkocht. Beter gezegd, ik heb al een keertje één Magikarp voor een euro van verkocht. Ja, dat is echt zeldzaam. Yep. En waarschijnlijk kan ik zelfs nog meer vragen en ik vind altijd wel iemand die je kan overhalen om een Magikarp te kopen. Want ik weet genoeg over Magikarps om iemand volledig te overtuigen van hun kracht. Ja, zeker. Lol. Nou jongens, we hebben in ieder geval de random encounters gedaan bij die andere route waar we net waren. We hebben daar geen Eevee weer gevonden. We hebben wel weer een nieuwe gym badge erbij. Maar we hebben toch wel weer 3 uur gelivestreamd. Dus ik denk dat ik het voor deze livestream toch ga laten. Ik bedoel, ik heb hiervoor heb ik namelijk Terraria-opnames gehad. Yep. Ik heb de hele tijd mijn bek overgehouden. Maar nu zeg ik het expres. Ik heb hiervoor dat ik ging livestreamen, heb ik Terraria-opnames gehad. Ik heb 3 uur aan footage van Terraria. Dus ja, er is weer Terraria bij. En het grappige was, er was al een vraag in de chat al een keertje. En toen zei ik van nooit. Oh. Heel gemeen, ik weet het, jongens. Het was dubbel. Dus voor de duidelijkheid, Terraria wordt weer een feit. Nou, het grappige is, ik heb dus 3 uur Terraria opgenomen. Toen heb ik een uurtje tijd gehad om eventjes te eten, te drinken. En hup, moest ik weer verder met de livestream. Ik heb nou 3 uur gelivestreamd. Ik vind het mooi geweest voor vandaag. Dus beste mensen, ik dank jullie voor het kijken, voor YouTube. Laat een like achter als je daar tijd voor hebt. Laat een reactie over je leukste momentje als je die natuurlijk hebt. Als je daar tijd voor hebt, laat het weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. Wil jij nou zelf ook een keertje bij zo'n geweldige livestream aanwezig zijn? In de beschrijving staat een link voor Twitch, ZeldaPlay20. Klik daarop de follow button en je zou automatisch een notitie krijgen wanneer dat wij weer live gaan. Updates zullen ook komen via Facebook en Twitter. Ik dank jullie voor het kijken en ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende video wat van alles kan zijn. Doei! Oké, dan gaan we nu naar de Twitch-afsluiting. YouTube, ik ga nu even...